Hallo kijkers van Giants Praatje, ik wou van Pokémon zeggen, hoe kan dat nou? Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Als je denkt van, maar Milan, hoezo kom je opeens bij deze tunnel? Rebellion. Nou, dat zal ik je eens vertellen. Ik kwam hier eigenlijk per ongeluk. Ik wou tussen de aflevering door even wat van die honey... Van die honeycomb dingen pakken. Of ik weet even niet meer hoe die juices... En dat schijnt allemaal bij deze caves te kunnen. Dus ik dacht, nou dan doe ik dat even. Oeh, hier moet je iets van dingen neerleggen. Hoe heet het ook alweer? Oh. Is dit niet zo Merlijn's cirkel? Oh. Inventory... Used to open Merlin Trials. Is dit niet dan niet van de Merlin Trials? Nou, daar lijkt het wel op. Rebellion. Zie je? Maar hoe legde ik dat ook alweer neer? Ik weet het niet meer. Laten we in ieder geval nog wat meer van die juices in die grotten halen. Even kijken. Hier zit nog een grot. Daar kunnen we naartoe gaan. Kunnen we even over het water vliegen. Oh, de upgrade is waarschijnlijk dat die boost langer meegaat. Hier zou die grot moeten zijn. Oké. Okay. Zou ergens een blok moeten zijn waar jij deze mee opent. Rebellion. Maar er zou toch echt iets van een blok of zo moeten zijn. Ja, hier is een blok. Jezus, wat ver. Deze kunnen we meekrijgen, denk ik. Oh, die moet je ingedrukt houden. Tee, 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 tee.
Nice. Investigate. Revelio. Dit is het enige. Al die moeite. Oké. Kunnen kijken of er nog ergens in de buurt een cave is. Hier is nog een cave. Kunnen we naar deze cave gaan. Kunnen we daarna meteen zorgen dat we hier Arnshire even openmaken. Laten we dan... Nee. Op de broom gaan. Ik zie hier een blok waarschijnlijk die we nodig hebben. Dat was blijkbaar niet de... Oh, hier moet hij zijn. Helemaal voorbij gelopen. Ik heb hem op die pilaar gelegd. Ik denk dat we hier bombarda voor nodig hebben. Kunnen ook nog dit pulso gebruiken. Nee, we hebben bombarda nodig, kutzooi. Kan hier niet opstappen op een broom. Hier wel. Wonder who lives here.
Kijk. Bolts of Lots. Aronshire. Geunlocked. Daar gingen we voor. Oké. We hebben nu wel genoeg van die juices, denk ik, om even wat weg en welds te maken. Ik zag net bij een sidequest staan, die wil ik eigenlijk heel even gaan doen. Dat we wat de Fluxfeed zaadjes moeten kopen. En alle drie de planten die je kan gooien moet gebruiken in één keer. We hebben daar de Mandragora en de Cabbage nog van. Alleen missen we die Chomping nog, volgens mij. Okay. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Fluxweed seed, die wil ik. Now, dankjewel. Let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Oh nee, je kan hier in Hogsmeade kan je niet vliegen. Oh Grand Canyon, we komen naar je toe. Yo, macaroni. Not so fast. You need to tread carefully in here. Charlie's jumping. Nee, ik moet één zo'n eentje hebben. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. En dan moet ik ze alle drie tegelijk gebruiken. Oké, dus. Ik heb ze alle drie gebruikt. Je ziet ook dat de tracklist verder is gegaan. Dan moet ik alleen nog naar de Room of Requirement. Daar Fluxfeedje maken. Dus alle dit en die nog gebrouwen worden even. Empty pot. Ah, dat is een large plant, wat kut. Oké, dan moet ik toch eraan geloven om zo'n potting station te kopen voor large plants. Oké, dan moeten we dat doen. Ik ben er niet heel blij mee, maar laat maar. Laten we maar gewoon doen. Hogsmeade map. Nee, ik moet die hebben. Daar moet ik heen. Even kijken, want dan gaan we daar zorgen dat ik hoop dat ik het kan betalen. Oh, Grand Canyon, we komen naar je toe. Ah, it's always nice to see a familiar face. Die is heel duur. With potting table with a large pot spellcraft. Nothing like finding just the right thing. Dank je.
Hogwarts map. Room of requirement. Fluxweed. Duurt een kwartier. Dus dat kunnen we over een kwartier gaan oogsten. Dat is goed om te weten. Deze hat is beter. Equip. Oh, ik wil eigenlijk even naar quests kijken. Daar zijn we nu mee bezig om Flipendo te leren. Misschien dat we dit alvast kunnen doen. Practice flying near the spires. Practice flying near Keenbridge Tower. Die wil ik wel even doen. Daar moeten we practicen. Nee, ik wil hier die opstaan en ik wil hier naartoe teleporten. Ik bedoel, we kunnen het best zoveel mogelijk van die spreuken gewoon alvast gedaan hebben en dan gewoon daarna weer verder gaan. Oké, we moeten die kant op. Dat wil ik even unlocken, want volgens mij moeten we moeten daar bovenop zijn. Ik zag daar ook al ballonnen hangen. Nu in de buurt van de brug. Alleen die vond ik wel interessant. Die zag ik net al. Dus laat ik even kijken of ik er dan meteen dan wel die bladeren op kan leggen. Ik vond dit wel een interessante. Laten we dat gewoon eens proberen. What do you have in store for me this time? Ja, hier kan ik wel een Melosiet op leggen. Moest ik dan ook weer doen? Oh ja, dan moest ik iets doen, wacht.
Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Nice. Dat was blijkbaar niet iedereen. Ah, je ziet, hier zit nog een platform. Ah, en hierboven. Wingardium Leviosa. Zal het daar ook nog alleen zijn? Ja, dat dacht ik al. Wat ik denk is dat die hier bovenop liggen, of niet? Die stenen voor die, of niet? Waar kan ik de stenen vinden? Revelio. Hey, hier zijn ze, de stenen. Zo, hoppatee. Nu zal die klaar zijn. Kijk. Nice. Nu gaan we vliegen bij de brug. Nu heb ik natuurlijk de vorige aflevering een checkpoint bij de brug gefixt. Was dit ook waar we in de buurt moesten zijn? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Laten we even naar die naar de checkpoint gaan. It's like a place right out of a storybook. Oh. Ja, het was niet de brug die ze bedoelde. Wacht, is er echt geen makkelijke manier? Hier moet, ja, hier. Jongen, 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 jongen. How nice to see you, my young friend. Deze is nog wel interessant om ook even te doen. Is a pleasant surprise. Oh.
Stap af. Use the flux, de niet flux weed, de mellow seed. Revelio. Je zou zeggen dat er dingen moeten zijn die... Oh, daar zie ik iets wat ik moet doen waarschijnlijk. Hier ligt iets. Ah, dat kan je alleen maar pakken, denk ik. Incendio. Ik zou er iets van een blok in moeten of zo, lijkt wel. Dat ziet eruit als iets interessants. Een geheime tunnel. Oh, wat is dit? Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest. Ik denk dat het een foutje in de game is. Ik weet niet wat het is. Komt op een ander moment wel. Het was in ieder geval niet goed wat er gebeurde. Laat dan in ieder geval die ballon even fixen. Nice. Oké, okay, nice. Dat is gelukt. Nu moeten we terug naar Madame Cocoa. Cocoa. Die is in Hogwarts. En die is... Even kijken. Langs het randje. Ja, zie je langs het randje. En dan kunnen we daar waarschijnlijk... Een, was dat Flipendo? Iets konden we in ieder geval van haar leren. Zo. Yo. Welcome back. Have you finished your assignment? Reporting back, professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our Arrest momentum. Nice. A charm, incidentally, created to stop Quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Nice, weer een spreukje erbij. Ah.
I recommend practicing your as much as possible. Arrest them, Revenant. That's it. Keep it up. Nice. Okay. Ook dat is gelukt. Even denken. Dan gaan we de volgende aflevering gaan we de Fluxweed plukken. En dan gaan we ervoor zorgen dat we Flipendo gaan leren. Ik zie jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.